Oh, 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 shit. Dat was de Fata Morgana, mensen. Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe carvlog. We zijn op dit moment vlakbij Waalwijk, oftewel dicht bij de Efteling. En dit is alweer de eerste keer dat ik in 2016 naar de Efteling ga. En het is de eerste keer dat ik met deze auto naar de Efteling ga. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Vreselijk niet te doen, sowieso natuurlijk je ergens vuil in je aan. Oh god, ga er maar langs hoor, met je dikke BMW. Het is een dikke BMW, ja, dikke BMW. Op de snelweg, laat ze hier maar spelen. Ja, vreselijk. Maar wat ik zeg maar, mensen, ik ben dus alweer bijna in de Efteling. En wat ga ik daar vandaag doen? Het is vandaag zondag. Ik ben benieuwd of het echt druk is in de Efteling. Ik vrees het wel, want ja, rijden best veel auto's richting de Efteling. Maar ja, we gaan het zo meteen wel zien. Ik ga er vandaag met Mick naartoe. Mick die is er op dit moment al. Die staat al 20 minuten op mij te wachten. Maar ik had wel wat beters te doen. Want ik moest nog eventjes wat drinken. En je ziet het al, McDonald's. Nou, eigenlijk moest ik wat eten. Maar de drink heb ik gewoon bij aangesmeerd gekregen. Oké. 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 Maar nou, oh, kijk. Hamburgerdoosje! Ja, jongen! Ik zeg op een gegeven moment, schoon, verdomme, ik moet wat eten. Dus ik denk, ik ga even naar de winkel, weet je wel. Kom je daar bij die winkel, is het zondag. Ik denk, oh ja, shit, die is natuurlijk gesloten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga dan gewoon naar McDonald's en ik schijt aan. Ik wilde eerst mijn ontbijt nemen. Maar ja, weet je, mijn ontbijt, what the fuck, weet je. Gewoon burger nemen, doe niet zo moeilijk. Dan moet ik even kijken waar ik heen moet. Volgens mij moet ik ergens afslaan hier. En volgens mij ga ik alweer helemaal verkeerd, want ik moet naar de Efteling morgen. Ergens in, weet ik waar, ik weet het niet. Vreselijk. Dus ik heb dat volgende gedaan. Dus ik heb lekker twee chili chicken burgers op. Rijd ik nou verkeerd? Nee, toch? Wel, nee, dat is wel bij. Ah, dus ik rijd goed. Oké. Dus chili chicken burgers op met een lekker colaatje. Heerlijk, niet te doen. Kijk, cola, daar maak je me altijd vrolijk mee. Wel Coca-Cola natuurlijk. Dus ja, ik ben bijna bij de Efteling en Mick staat daar lekker op mij te wachten. Ha, laat hem maar wachten. Vreselijk. Nou mensen, ik zet even mijn navigatie weer aan, want anders rijd ik waarschijnlijk verkeerd. En dan zie ik jullie zo meteen weer als ik vlak bij de Efteling ben. Wacht. Den Hollander speelt er der duivelse lust. Verschijnt in duister en nimmer vindt terug. Ja mensen, dit is de Vliegende Hollander, maar die is dicht. Ja, dat is toch hartstikke idioot gewoon, hartstikke idioot. Het is winter Efteling zeggen ze dan, maar het is gewoon, het is op dit moment iets van 7 of 8 graden buiten. Het is gewoon, nou, gaat wel temperatuurtje. En dan is dat gewoon allemaal dicht, die water. Ik vind dat zo jammer hè. Maar ik ben ondertussen bij de Efteling, sta je bij de Efteling Hotel, bij de afslag. En ik was dus toch een afslag te ver gegaan net. Puur omdat ik voor jullie aan het vloggen was mensen. Ja, mensen achter me staan nou heel raar aan te kijken, want ze zijn alweer in zichzelf aan het praten. Maar ja, dat doe ik wel vaker. Dus ja, in elk geval. Dus dat was een beetje jammer. Die arme Mick, die staat daar nu een half uur te wachten. Oh, I feel sad for him. Ja, ach ja. Maar we zijn in elk geval nu bijna bij de Efteling. We zijn natuurlijk echt niet lang meer even de parkeerplaats oprijden. En ik moet trouwens nog, mensen, ik moet nog 3 euro betalen aan ze. Want ik had namelijk een achterstand van 3 euro bij ze lopen. Want anders mag ik de parkeerplaats niet meer af vanavond. Ha, gay. Ja, het gebeurt echt. Ja, jullie kunnen het niet zien op de achtergrond, maar hier links ligt de Efteling. Hi, Efteling. Zo, ik heb naar de Efteling gezwaaid, kunnen we weer verder. Ja, mensen staan heel raar. Hi. Oh, wat is het druk. Of valt het wel mee? Ik weet het eigenlijk niet. Ravelijn, doet die het eigenlijk? Ja, die shows die draaien ook. Daar ben ik echt al een half jaar of zo niet meer geweest, joh. De laatste keer dat ik er was geweest, had ik zo'n schurftekel aan. Zo, ik ga lekker naar links hier, want hier is de Efteling alweer. Hè? Vieze tyfus, laie. Ja. Hè? Vieze tyfus, laie. Waarom staat de slot dicht nou op rood, man?
Idioot. Idioot! Dus, we zijn bijna bij de Efteling en ik ga even de parkeerplaats op, mensen. En misschien willen jullie dat wel zien, maar mijn deskam die doet het nu niet. Godverdomme, je vieze tyfus, leier. Ik draai de camera even om, ja? Storm. Kijk mensen, ik ga nu op de parkeerplaats van de Efteling, soort van, hè? Vieze tyfus, leier. Even die camera een beetje zo draaien. En dan gaan we eens even kijken hoe druk het is. Het valt eerlijk gezegd mee. Ik zeg je heel eerlijk, je ziet de parkeerplaats, je ziet hem nog niet. Ik vind het echt meevallen. Holy shit, het is best wel rustig. Maar ja, komt goed mensen. Ik rij nu de parkeerplaats op. Hartstikke. Oh, die arme Mick. Ik ben echt benieuwd. Hij is hartstikke boos op mij. Kijk, ik kan best wel flink en doorrijden nog hoor. En dan moet ik goed onthouden waar ik sta. Want anders kan ik vanavond niet meer terugvinden, weet je wel. Dat heb ik zo vaak hier. Dat is dat ik mijn auto weer te zoeken als een idioot. Idioot! Zo, Efteling, daar zijn we. Zet ik hem lekker hier neer. Vind je het goed? A few moments later. Moest even jouw eerste reactie filmen. Hoe lang heb je hier gestaan? Ik heb hier 40 minuten gestaan. 40 minuten? Ja, 40 minuten. Ach. Het is koud. Ach. Ik was de afslag gemist. Bitch. Vreselijk. Ja, ook nog maar nou, we zijn weer in de Efteling en het eerste wat Mick doet is... Oh, je bent even filmen, bitch. Eten. Ik zweer het je, we zijn hier net in de Efteling. En nou, het eerste wat mensen altijd gelijk doen is naar de attracties. Maar ja, wij gaan als eerste eten. Ja, Mick gaat als eerste eten. Buiten laten staan 40 minuten in de kou. Ach, ja. Ach, loop naar de... Ach, loop naar de godverdomme. Ik heb wat anders te doen dan die achterlijke kankerige zoon. Ja, maar luister dan. Oké. Ik mag niks zeggen, want ik ben naar de McDonald's geweest net. Oké. Okay. Oh, die mokje, die heb ik ook al. Die heb ik al buiten gewoon fel gezet. Nou al? Nee, grapje. Nee, ik hoop dat hij het nog doet, want ik heb hem in de was gedaan. Hij zet Vliegende Hollander. Ja, maar Vliegende Hollander die doet het niet, die is kapot. Want het vriest natuurlijk, dus ze kunnen hem niet gebruiken. Nou, we zitten dus nu in een bootje en ik zeg er eens wat van. Dat zijn vogels. En een eend. Ja. En een brug. En een kapotte boom. Denk ik. Iets. Dit ziet heel lelijk uit. Maar ze hebben het wel ingezaaid met gras, zie je dat? Met zaad. Zaad? Welk zaad? Mick? Zwartzaad. Wat heb jij gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan. Ach, nee, dat begrijp ik dat je niks doet. Als je het goed doet, dan heb ik daar gelast mee. Red Bull Cola, heb je dit wel eens op? Het is echt smerig. Hij vindt het echt heel smerig. Ik vind het lekker. Nee, vind ik niet lekker. Oh, kut, sorry. Jood. Halve gaar, hè? Kijk, een mega vis. Hé, die vaart. Die vis. Die vis, die vaart. Oh, ja. Dus zie je dat? Zag ik dat? Ja, ik zie het. Zie ik nou pas? Nooit gezien. Nou, film ik even, goed zo. Stil. Niet. Kom boven water, kutbeest. Hij staat nou stil. Oh, dat meen je toch niet? Ja, zo stil. Oh. Hey, je hebt ook wel lekker joh. Hey, is... Probeer weer een geniaal shot te krijgen, mislukt het weer. Hè? Oh god, kut, nee hè. Hè? Nee. Dit is helemaal gek.
gaan geen camera in het water gooien. Dat is een grote ijspegel. Waar? Oh. Waar hebben ze die nou weer gekocht? Nee, in het gatuin. In het gatuin? Sta je nou weer in beeld, Mick? Je staat altijd in mijn beeld. Altijd staan waar je niet moet staan. Je gaat altijd staan waar je niet moet staan. We staan op dit moment bij Joris en het draak. Ja, jij staat er ook. En we hebben het hartstikke naar ons zin. Maar er staat wel een wachtrij van... Hoe lang heb je nou bestaan? 10 minuten? Meezingen. De comeback van het vrouwtje. Comeback van wie? Van Treintje. Treintje? Oh. Komt hij weer? Ja. Ja, komt hij. De tekst niet meer, ken de tekst echt niet meer. Sorry. Mick is op het idee gekomen om weer wat te gaan eten. Nee, dan moet je het goed zeggen. Jij had honger, Kevin. Ik had honger een uur geleden. Maar Mick zei gelijk, ja, we gaan even wat eten weer. Ik dacht, ja... Nee. We kwamen eruit lopen, we zagen eten. Dus dan besloten om te gaan eten. Ja, dat is gelul. Hij liegt. We hebben hier een... Hij heeft een tompoes. Met het moet een paddenstoel voor. En ik heb een... hoe heet zo'n ding? Oh my god, maar kijk, het is een pandabeer, want we zijn namelijk bij de pandadroom, zoals je kan zien. Yay. We hebben net die vreselijke film gezien. En ik zag, nou, neem een bijpassend taartje. €3,10. Idioot! Weet je hoe duur? Dat is duur, lekker eten. Ja, lekker met een heel romantisch lampje. Eet smakelijk, Mick. Dank je, jij ook. Dank u. Stikkie eten. Wat een mooi ding! Vreselijk. Kutzooi, halve gare, idioot. Ah, kutzooi, idioot. Halve gare. We lopen hier op de Brinkplein, hè, Mick? Brinkplein. Mick is zielig, want hij heeft een capuchon op. Regen. We staan hier bij de Polis Keuken. We wilden even hier binnenkijken of hier, wat hier allemaal zeg maar aan eten is.
Maar er staat ook een rij tot aan buiten, zeg maar. En het regent. Had ik dat al verteld? Ja, het regent. Laten we naar McDonald's gaan. En we gaan naar McDonald's, want we zijn een beetje klaar hier. Ja, we hebben alle porno hebben gefilmd. Dus... Alle porno hebben gezien. We zijn net bij de hoogtepunt geweest. Pandadroom. Dat is in 3D, nou, jongens. Dan heb je dan... Drink jouw kut! 4D! Klik. Dat was een mooie thumbnail, hoor. Ja, thumbnail maken. Met zielige mik erbij. Oké, Mick, parkour! Parkour! Oh, vlog gaat fout! Mick valt in het water, oh! Nee, als ik afspring moet je soms op fout gaan. Oh ja. Oh, 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 shit, shit, shit! Mick heeft zijn been gebroken! Kut grap. We staan hier bij de kersenboom en al die lampjes zitten weer door elkaar heen gefrommeld. Ze zijn helemaal door elkaar heen gefrommeld. En het is nog steeds kerstmis hier, hè Mick? Altijd, altijd. Het is hier altijd kerst in de Efteling. Hartstikke gezellig. Een beetje ziekte kerstmis. Het jaar 2016 is al lang begonnen. Maar nog steeds is het kerstmis. Kijk die mooie verschillende kleuren lampjes dan. Wauw. Zegt hij al. Nou, ik vind het helemaal prachtig. Wij staan hier heel zielig. Bij de uitgang, of de ingang, wat is het eigenlijk? Is het nou? Uitgang. Het is eigenlijk de in- en de uitgang. Ja. Aan het einde van de dag is de uitgang en aan het begin van de dag is de ingang. Oh hè? Shit. Ja. Nou, we staan hier heel zielig en er zit een druppel op de les van mij. Wij gaan naar de McDonald's. Wij gaan nu naar McDonald's en we laten dit mooie kasteel achter ons. Wauw. Kom. Wauw, het is een mooi ding. En het regent. En we zijn met de auto en dat is... Fucking chill. Het is de eerste keer dat ik lekker buiten in kan stappen in plaats van die fucking bus lopen helemaal aan het einde hier. Tyfus hoor. Yes. Nou, we zien jullie in de auto. Hallo mijn vrouw. We zijn in die car vlog met mijn kleine vriend. Ja. Dat is Mick. We zijn net bij... Je moet je licht aanzetten. Oh, hij had zijn licht niet aan. Nee, ik heb hem gewaarschuwd, hij was blij met me. Ja, hij keek heel vrolijk. Echt een burger. Ze hebben ook een drive, hier joh. Hier toch? Ja, doorrijden ook de twee touwtjes. Okay. Hier mag je een grotere auto hebben dan mooi, hè? Bij de Burger King. Maar mensen, hij wilde bij de McDonald's eten, ik eigenlijk ook. Maar ik denk, ja, bij de Burger King heb ik kinddeals en zo. En hier heb je ook, misschien moet die ook maar nemen, Mick. Wat? En weet je wat ding? Dat is niks. Een Twister fries. Oh god. Daar moeten we bestellen. Zag jij het? Zag ik dat? Ik zag hem niet. Sorry, ik zag hem niet. Ja, welke kindnieuws hebben jullie? Oh, doet het wel maar 2 van 2 euro. Zonder frietsaus, wel met cola. En mogen die cheeseburgers, mogen dat normale burgers zijn? Ja. Ja, dat was hem. Ja hoor. Ik ben wel achter mijn McDonald's stift weg, dat is een beetje... Dat was een fucking deugd, Mick. Je hebt het te veel. Zag jij hem? Je hebt het te veel. Ja, ik zag hem echt niet. Ik zet even mijn spel aan, ik moet je bellen. Ja, echt. Ik vind hem helemaal mooi. Ik ben echt zo'n sukkel, hè. Rijd je door? Hè? Rijd je gewoon door? Maar ik kan hem ook hiernaast doen. Oh. Dat kan niet. Ik vind hem heel erg hard te zwaaien. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel. Wat? Dit zijn exact dezelfde zakken. Wacht even, Mick. Waar gaan we neerzetten? Kom, we gaan Burger King en McDonald's met elkaar vergelijken in de auto. In jouw car vlog. Ik zit net serieus met één hand. Zit ik proberen in te parkeren. Als dit nou kan, jongen, dan ben ik echt pro. Voor de city, hoor. Oké, ik heb gewoon het 1 van 3. Nou, oké. Kom eens, Kevin. Ik wil nou even iets zien. Dus jouw zijn zij als ventjes. Let op. Deze tassen. Oh, kut, sorry. Opgaren. Idioot! Gaat hij naar binnen? Nee, dat is niet. Kijk, Kevin. Dit zijn echt precies dezelfde zakken. Nee hoor. Nee hoor. Ja, wel dezelfde zakken, maar niet andere logootjes erop. Ja, tuurlijk. Nee, de McDonald's gaat een Burger King logo erop. Hij staat nou al 3 minuten onzin te filmen, maar oké, mensen. Nou, we zijn dus... je kunt laten zien dat je doorreed. Ja, we reden dus door, maar we hebben nog meer te vertellen. Oh, wat? Wij gaan weg bij de Efteling.
Nee joh, echt? Ja, echt waar. Ja, echt waar. Echt nog wel. En wat er gebeurt... Ten eerste, ik moest nog 3 euro betalen, omdat ik was namelijk 3 euro schuldig nog aan hem. Dus ik kon weer helemaal terug gaan lopen. Ten derde, willen we naar de Efteling gaan rijden. Wat gebeurt er nou? Mijn navigatie vergeet, die geeft het verkeerd aan, hè? Ja. Dus nou, ik weet niet. Dus ik heb 30 kilometer omgereden, idioot! Oh, Chinees. Mag ik hier wel parkeren? Bij mij is het gewoon een parkeerplaats waar je niet mag staan, maar ik doe het gewoon. Schijf aan. Kijk. Kijk wat ik heb, hè, voor 4 euro, Mick. Nou, ik heb niks in ieder geval. Dat is leeg. Ik kan mijn servetje bij jou zetten. Volgens mij, hè, Mick. Hebben ze gewoon... Godverde, alles om... Hier, dat zet ik hier neer bij je. Echt een stelletje paupers hier bij de... Nee, dat is veel wil je zeggen. Twee kleine frietjes. Oh, je hebt wel alles... Oh, dat kan ik ook doen. Dikke goeie. Dank je. Ik ben zo slim, mensen. Echt waar. Nou. Okay. Eerst okay, we gaan die review doen van... Oké. Anders blijft wel in jouw auto liggen. You bite the fry. The fry bite back, my man. Ken je die? Nee. Oh, oké. Dan. You bite the fry bites back, my man. Damn, damn. Ik al zitten dansen. Ja. Dan Jensen. Zo, yo. Hé, hey, dit ziet er toch hartstikke smakelijk uit. Nou, wat heb je allemaal besteld, Mick? Laat even zien. Kun je dat zien? Nee, ja. Kun je nooit zien. Dat is de zaklamp op zo. Er zitten 12 kipnuggets in en medium piece. Komt er een keer Chinees langs. Oh, dit is de Chinees waar we staan. Ja. Oh. Dit is een zielige Chinees. Ze zijn van de Burger King. De McDonald's, die hebben allebei zijn drive. En dan heb je hier een zielige Chinees zitten. Die het wel bij je kon brengen. Ja, maar ja. Dan kan ze waarschijnlijk geen drive hebben. Oh. Dat is wel lullig. Ja. Weet je wat ook lekker is met die dingen? Met die dingen? Met die dingen? Ja. Je weet Kevin heeft vanmorgen trouwens ook al McDonald's op. Ja. Dat zullen jullie vast al wel gezien hebben. Ja, ik heb ook die troep al laten zien aan het begin van de Ja, nee, ik heb het gegooid op de grond. Dat is toch jouw auto. Maakt niet uit, Tom. Ja, maakt niet uit, joh! Dan ligt je nog sla zelfs. Bij Chili Chicken. Weet je wat ik vergeten was om te zeggen zonder sla? Ik lust helemaal geen sla, dat is echt voor konijnen. Maar nee, ik heb het gewoon opgegeten. Want, zo, ja, stoere jongen. Maar luister, ik zat op de snelweg. Ik zat zo, hè. Serieus zat ik zo, Mick. Zo, ik stond op de snelweg. Had ik zo die stuur vast. En dan? Nee, ik zo... Een beetje zo kijken. Hamburger gepakt. Doosjes hebben opengemaakt. Shit, ze slaapt dus. Ach, loop net op. Gewoon in mijn mik. Even kijken. Zo, ik heb lekker cola, jongens. Ja, echt waar? Hier zitten die rietjes in, hè? Voor jou ja, maar ik heb 1 cola. Oh, jij hebt al 2, ja. Ze dachten dat we... Met z'n tweeën waren. Ja, met z'n tweeën. Natuurlijk, ja, omdat jij 2 menus vroeg. Ja. Maar normaal vraag je voor maar ik eet alles zelf op. Dikzak. Hé, zo. Nou, is dat wel mooi. Ik heb ook mijn kleren even bij jou getrokken. Ja. Als je in deze auto zit, zit je nooit veilig. Kut. Ja. Gaan we dit als afvalzak gebruiken? Wil je die servetjes nog hebben? Mijn servetje zit er ook bij trouwens. Zo dan. Ja, dank je. Oh, de kut. Dat was een keer bijna. Geen mijn frietsaus. Nou. Ach, kut. Dat is goed. Nou, lekker toch? Nou, vakdoekjes voor vanavond. Leg nou maar bij je afstand nu. Kut hoor. Waarom filmen we onszelf wel eten? Nee, doen we maar niet, hè. Okay. We filmen onszelf. Oh, nog steeds. Dat is al afval. Oh, om het uitzetten. Ondertussen is het alweer 10:30. Oh my god, ik ben alweer een tijdje thuis. Er ging het een en ander fout. Tenminste, fout. Mijn mobiel was leeg, dus ik kon niet meer verder met vloggen. En ik rijd namelijk ook op mijn mobiel navigatie. Dus ja, dat was een beetje... Zo van, ik heb geen stroom meer en hoe moet ik nu gaan rijden? Ik moest me nog thuis afzetten. Is het uiteindelijk gelukt? En ik ben uiteindelijk ook weer thuis gekomen. Dus het was hartstikke leuk. Ik heb een hartstikke leuk dagje gehad. En dit was ook trouwens weer de carvlog. Ik ga waarschijnlijk vaker ga ik het zo doen dat ik carvlog en park combineer in 1. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden. Geef dus jullie een duimpje omhoog. En ik ben moe. Ik ga zo meteen naar bed. En... abonneer nog even op dit kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie natuurlijk gewoon bij een volgende video. En dan kan ik nog maar 1 ding zeggen. En dat is... Dat mijn haar vreselijk zit. Moet je kijken. Oh my god. Dag hoor. I am leaving. And you can't stop me. I'm packing my bags. Ja, godverdomme Rob.